Ik ben Joep Tiernegouw, geboren getogen Arnhemmer. En ik ben bestuurslid bij de Arnhemse Sportfederatie. Sport is voor mij een uitlaatklep. Het is om mijn hoofd leeg te maken en om frustraties kwijt te raken. En eigenlijk weer genieten van de dag. Ik ben autistisch, ik heb ADHD. Ik ben ooit zelfs helemaal 100% arbeidsongeschikt verklaard. Ik zou nooit een langdurige relatie hebben, nooit op mezelf wonen. Redelijk afgeschreven voor de maatschappij. Topsport was voor mij voor het eerst dat ik op een positieve manier speciaal was. Je presteert en dan hebben ze zoiets van, ja, het is een mafcase, maar aan het einde van de dag hebben we hem wel nodig. Voor mij was dat sociaal heel belangrijk. Ik heb in het begin ook een trainer gehad. Die heeft van tegen mijn ouder gezegd, ja, technisch kan ik hem niet zoveel leren, maar sociaal wel. Het heeft me zoveel gebracht om op die manier met mensen te leren omgaan. Ik ben ooit verkozen tot sportburgemeester van Arnhem. Van daaruit vroeg de voorzitter van de Arnhem Sportfederatie. Moet jij niet ook in ons bestuur? Ik zie de combinatie openbare ruimte en bewegen, daar is heel veel uit te halen. Daar heb ik zelf ook een achtergrond in. Politiek snappen hoe dat werkt, dat is mijn meerwaarde. Ik hou heel erg van abstract denken. En zodra het wat hoog over wordt, dan vind ik dat heel interessant. En die verbanden brengen vind ik leuk. De belangrijkste activiteiten van ons sportplatform zijn vooral de verenigingen informeren van wat zijn nou de laatste ontwikkelingen, waar kunnen jullie iets mee, maar ook de politieke lobby voeren. Als de thema's niet scherp op de agenda staan, dan kunnen wij die onder de aandacht brengen via de wethouder of via de gemeenteraad. En wij hebben ook de kanalen om ze te bereiken. Je ziet dat je iets op de agenda hebt gezet. We zien dat de onderzoeken die we hebben gedaan, zoals KIS en Sportdeelname Index, die de focus legt op oké, welke wijken hebben welke aandacht nodig, welke bewegingen zien we. De kennis zie je al terug. Ik hoop dat de stad veel meer gaat naar een soort shared space gedachte, waarin we niet kijken, oké, daar rijdt de auto, daar rijdt de fiets. Nee, we bewegen met z'n allen door de stad heen. Waardoor bewegen in algemene zin normaler wordt en de stap naar de vereniging kleiner wordt. Op het moment dat je liefde voor een stad hebt, dat je daar op een bepaalde manier iets kleins voor terug doet, dat vind ik niet meer dan normaal. Dat je iets betekent voor de stad, de sport in positie brengt, versterkt. Dat er voor iedereen een manier is om zijn plek te vinden. Als je de kwaliteit van de sport verbetert, dan zou iedereen zijn plek moeten vinden.